Mensen kennen misschien de apotheek van Hooi. Daar rijd je dan zo verder bij de garage, hè? want dat is mijn thuis. En dan reed je verder en daar woonde die in die straat, dacht ik, dat de meester zei. De pater, dat was voor mij de, de wijze mens. De Phil, dat was voor mij de enthousiaste mens. De goedlachste mens. En dan was er nog die bosmens en dan bosmens, voor mij was dat een ondernemer, iemand die initiatief nam, iemand die doorzit. En die drie tezamen, de wijze, gemoedelijke, maar tegelijkertijd ondernemende zijnde mens, dat was voor mij bosmens in al zijn glorie. Ja, ik denk zijn manier van, van aanpak op de bondsondernaam zelf, dus die, uh, het, kantoor, hè, het kantoor. Kantoor klinkt al direct ja, een beetje, ja, hoe zou ik zeggen, ja, materialistisch, uh, afstandelijk, hè, kantoor. Maar het kantoor van de Raam was niet materialistisch of afstandelijk. Dat was een, een beetje een, een thuis, een huis, ook voor de mensen die er werkten. Die werkten daar heel graag. En er liet ook zien dat hij een hart had voor die mensen. Bijvoorbeeld om, een, om een, een heel frappant voorbeeld te geven. Als het in, in de zomer heel goed weer was, hè? dan gaven die mensen vrij af. Dan mochten die, dan belden ze middags, ga maar naar huis, want het is goed weer, profiteer maar even van de zon en maak een uitstapje hè? en kom morgen maar terugwerken. Natuurlijk, hij kon zich dat permitteren omdat de constellatie van, van het werk van de Bons van de Aan, dat toeliet. In de fabriek zou dat niet gaan natuurlijk. Hè? Maar dat is, uh, ja, hij kon, hij, hij kon het doen omdat hij het zelf had opgericht. En zelf, dus de, de, het in handen had om het, om het zo te laten, te laten gebeuren, natuurlijk. Hè? Maar dat is een heel verband voorbeeld. Als hij dan vroeg of ik dat hier wil leren kennen, ja, dat was het. Ik dacht, ja, als ik van hem kan leren hoe je nog beter met mensen kunt omgaan, of hoe je uh, het geluk eigenlijk kunt vinden zonder. Er sagt, immer, er finde Glück, er muss es nicht suchen. Und das ist auch so. also seine Sprüche, die er hat, er hat er gesagt, die Sprüche habe ich immer für andere gemacht, nicht für mich selbst. Das ist nichts anderes aber mit Smorren. Er hat immer Sprüche mit Smorren, aber Smorren <laughs> war sehr reich und viel auch <ook>, sonst. <laughs> es hat Vertrieb und Glück an. Een van mijn dochters zei ook absoluut een zakosje hebben van de winkel. En hij kwam af. Hè. Hier noem ik, krijg geen shakosje van mijn ma. Ma wil dat, mama geeft me geen geld voor een zakosje te kopen. Dat was zo klein, zo was maar een jaar of zeven acht Nee, Ze wil absoluut zat in gezin in, Genk, en ze wil absoluut een zakosje hebben. Hier noem ik krijg dat van mama niet. Ik krijg van mama geen geld. Hoeveel geld moet je nog hebben? Nog vijf, vijf frank geloof ik dat dat was in die tijd. Hij zegt hier nog, uh, uh, Hilde, hier uh, is vijf uur, gaat het maar kopen. Ik zeg, ja dat is niet eerlijk. Hè. <laughs> he, van mij kreeg ze het niet hè. En, van hij, en hij gaf haar geld dan. Ja, zo was zij dan. Hè. <laughs> De kinderen zoiets geven dan. Hè. Ja, en dan kun je dat gaan kopen. Hier. Ja, en zijn zij blij dat ze het kon gaan kopen. <laughs> nog heeft dat ook betaald, zegt ze dan. <laughs> ja, weet je, gewoon maar een inwoner van Roy, die dan eh, directeur van bond zonder naam, wat, wat overal bekend is geworden, dat is toch voor, eh, voor veel mensen bij onze interviews. En gewoon het feit dat hij zo'n man altijd gebleven is, ondanks wat hij, wat hij geworden is, dat hoort je wel eh, bij de mensen dat ze dat altijd fijn gevonden hebben. Hè? Dat hij gewoon simpel en... Een gewone man gebleven. Ja, ja. dat hij niet op uh, wolkjes is gaan lopen. Dat hij altijd met zijn twee voeten op de grond is gebleven. Dat, uh, en ook gewoon als, als boerenjongen eigenlijk maar. Tot wat hij geworden is bij Bonds Ondername. Ik denk, ja, je wordt de persoon die je bent door de mensen om je heen. Maar je wordt ook de persoon die je nu bent door jezelf. Hij hield zich heel veel bezig met gevangenen die vrijkwamen. Uit het gevangenis. En uh, hij had er reden en hij kwam mij vragen of ik in mijn zaak die man werk kon geven. Ik had dus een broodsoortzaak in het centrum van Antwerpen nogal heel erg gekend. En ik zeg, ja, maar wat heeft die gedaan? Wat, waarom heeft die in het gevangen geweest? Hè? Wat moet ik oppassen? Ik werk met toch heel veel personeel. Winkeldochters enzovoort enzovoort. En mijn kassa, moet ik daarvoor oppassen? Hij zegt nee, zegt hem, hij heeft zijn vrouw vermoord. Maar dat was alles. Maar dat heeft hem dus betaald, hè? hij heeft daarvoor gezeten. Hè? En ik heb die man aangeworven en drie maanden daarna had hij veel werk gevonden voor die man. Dat was dus tijd der En zo werkten wij samen. Ik leer hem eigenlijk nog beter kennen. Datgene wat hij eigenlijk niet uitte. Uh, het priester zijn, zijn gelovig zijn, het geloven in God, de vader van Abraham, Isaac en Jacob. Het, uh, zijn geloof in moeder, de heilige moeder. Ja, dat, uh, dat geloof, daar haalde hij ook zijn sterkte uit. En dat dreef hem ook om dat te verwezenlijken wat hij wou. Want heren, zeg maar, wat hij in zijn hoofd had, dat moest verdomd toch wel geschieden, hè. Zeker als het tegen het onrecht was. Want dan ging hij ervoor, dan ging hij door het vuur uit, zal ik maar zeggen. Ja, die, in, in, gelijk in Rome, heel die toestanden, daar was hij ook niet voor te vinden. Dat was echt zijn winkel niet, zo zal ik het noemen. Nee, dat was niet... Nee, daar, daar ging hij niet mee, mee rond. Helemaal niet. Hij was echt to the point. Bij de mensen, problemen, mensen helpen. En niet blabla en nog eens blabla bla, en niks. Dat gaat niet. Dat werkte bij hem niet. En daarmee die eerlijkheid. Al we maar zeggen, ja, we gaan de mensen helpen, we gaan dit en we gaan dat. Nee, dat was hij niet. Helemaal niet. En daardoor denk ik dat hij ook heel veel giften gekregen heeft. Dat we vertellen je dan tegen ons, dat hoorden we dan zo, alseling. Ja, dat de mensen binnenkwamen, die envelop neerlegden, en dan waren ze weg, niet weten wie, wat, zo. En dan kon hij weer een hele tour verder, zo. Ja, dat heeft hij enorm. Ja, zo als ik zo iets heb gedaan waar ik zo heel veel schrik voor had, en dan doe ik dat toch en dan ben ik wel blij en dan krijg ik zo wat kriebels in mijn buik, dat ik dat heb gedaan en dat dat ja, wel cool is om te doen dan, ja. Want uh, op een bepaald moment had hij een beetje een aanvaring met de toenmalige Provinciaal uit Nederland. Die had hem gevraagd ja, die uh, gelden van Bonds van Naam, want Bonds van de werd, werd, uh, werd niet, niet, niet beschouwd als een Bonfortaans werk. Alhoewel het in zich eigenlijk wel is. Maar nou, die uh, gelden van Bonds van die hij dus verzameld voor die projecten. Provinciaal is zo'n beetje verstaan van ja, kun jij ook geen bijdrage geven aan een congregatie hè? En heeft hij gezegd, dat, ik ben geen Montfortaan geworden om de congregatie rijk te maken. De, hij, hij zegt dat die, die gelden die zijn voor die projecten, uh, werkersmin, hotelmin, de, de zorg voor de ex voor de vrouwen die uit de prostitutie komen. Dat huis bestond toen ook al, want het heette An, Oom Anne-Françoise, omdat Anne-Françoise een Montfortaanse zuster was die vermoord was door de Simbas in Congo. En daar hebben ze die, dat huis naar genoemd. Hè? En daar was hij mee bezig en daar gaf ze die, die, die gelden van de projecten aan. En de gelden van de kaarsenopbrengst en wat weet ik allemaal. Hè? Dus dat was uh, natuurlijk even... Ja. Dat maakte geen goede vrienden natuurlijk. Hè. Maar ja. Dat kinderen niet zo in die oorlog moeten zetten. Dat ze zo gewoon in hun huis zetten. Iedere dag naar school kunnen gaan. Want soms denken ze, school is saai, ik vind dat ook, dat leren... Maar je hebt je vrienden daardoor, want als je niet op school bent, dan heb je eigenlijk geen vrienden. En dan... had je ook maar een saai leven als je geen vrienden hebt. En dan gingen ze ook de bossen in, hè? die jongens. Vogeltjes uithalen. Vogeltjes eh? ja, extra nesten en vogeltjes uithalen. En dan hadden ze die eikjes en die blazen ze uit en dan maken ze een. En oh. dan zijn een ja echt. Dat weet ik toch nog. En dan hadden de jongens altijd de broek hier zo kapot hè. weer in de bomen gezeten. Dat Terwijl... ging... deden de jongens, hè? niet de meisjes. Ze, ze gingen soms in de middaguur tussen de schooltijd gingen ze dan wel de bos in. Mm -hmm. En dan hadden ze ook eikjes. En die deden ze op hun hoofd en daar deden ze de klok op. Huh? En dan kwam meneer Pestoor, waren ze de jongens daar, dan kwam meneer Pestoor en tegen, ah oh jongens, je bent nog niet op school. En zo klopte hij op die kop, maar hij wist dat daar hier onder zaten. <laughs> ja, dan waren niet kapot. die kapot. <laughs> dat zou het waren... zo niet zijn. Sp... Dat deden ze op die jongens vroeger. Niemand is volmaakt. Ik ben daar zelf het perfecte voorbeeld van. Dat vind ik knap gevonden. Hè? Niemand is volmaakt. Ik ben daar zelf het perfecte voorbeeld van. En het feit dat ik vandaag nog zeg, en we zijn diep in mij, want dat zijn normaal dingen die ik niet zo gemakkelijk deel, maar dat ik zo af en toe nog wel eens zeg: Bosmens, nu moeten mij zelf. Dat is zo'n uitspraak. Als je dat doe bij een moeder of bij een vader, zo'n moeder, oh, we zijn we bezig. Of vader, God, doe mij. Als ik het dan nu nog eens kon vragen, ah, wel, bosmens is voor mij ook zowel een persoon waar ik van, nog, nog, nog voor nog vaak wel sowieso om denk. Bosmens, nu moet je mij eens even helpen. Goed wetende dat dat in werkelijkheid niet kan, maar dat geeft mij toch ja, een gevoel van, 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 van dankbaarheid, van zo iemand te kennen. En, en het feit dat je daar ook wel eens een keer aan optrekt als je zelf twijfelt. Omdat ik ook weet dat bosmensen zich niet twijfelen, gewoon voortdoen.